Maakt het niet meer uit, alles gaat verloren. Als je dood bent, niemand praat meer over je, alles wat je hebt gedaan, sowieso kan. Everything will be lost someday. Wat een heerlijke gedachte. Toch? Iedereen kan foutjes maken, dat zit in de mens. Superklote, maar ja, dat is wat het is. En uiteindelijk wordt toch alles vergeten. Super fijn. Behalve als je veroordeeld bent voor verkrachting. Dan niet. Dat wordt niet te veel. Ja, was dit te vroeg? Te vroeg? Ja. Dat is fucked up. Oké, even naar het volgende nummer. We gaan Bird spelen. Ooit gespeeld bij het Songfestival. Ik ga je eerlijk zeggen, een van de leukste optredens die ik heb gedaan. Dat is heel gek, maar ik heb echt heel erg genoten. Het was een gekke huis, allemaal hele gekke mensen, gekke shit. Inderdaad, heel druk. Beetje rare mensen, maar I love it. Ik hou gewoon van die gekkies. I love it. En nog een keer. Hey, luister, ik heb trouwens een heel goed liedje daarvoor, denk ik. Maar ik weet niet bij wie ik moet. En waarschijnlijk wordt het veel te hard, want ik heb echt een pleurisharde plaat gemaakt. En zo hard dat ik nooit meer hier word uitgenodigd. Dus echt, ik geniet ervan, want dit is probably de laatste keer. Als die plaat uitkomt, dadelijk, wat is het? Ik gooi wel muziek eruit in oktober, maar als die uitkomt ergens volgend jaar, dan is dit gewoon klaar. Dus dan is het voor mij. North Sea Exert, nee, nou is het echt te ver. Maar in ieder geval, er staat een nummer op waarvan ik dacht, oeh, dat is best wel leuk om dat op het Songfestival te doen. Het is zo hard. Maar ja, er is geen comité meer. Ik dacht, oké, naar wie ga ik het liedje sturen? Bij wie moet ik auditie doen? Dat is toch, je moet gewoon auditie doen. Which is fine. Maar daar was niemand meer. Kan niemand vinden? Iedereen zegt, nee, ik ga werken niet meer. Nee, ik ben ontslagen. Nee, ontslagen. Nou ja, we wachten rustig al, want het nog doorgaat. Oké, vervelend. All right.